Voor hoeveelste keer zijn jullie hier? Voor de tweede keer. Tweede keer, en wat vind je ervan? Ja, heel leuk. Wat vond je van de minister? Ja, ik vond het beter dan verwacht. Ja, hij komt ook overigens best wel een droge, saaie man, ook in de Tweede Kamer in het debat. Maar hij maakte een aantal leuke opmerkingen waar de zaal wel om kon lachen. En wat vond je van de minister? Ja, vond ik op zich wel interessant, maar ja... Beetje moeilijk? Ja. Beetje droog? Beetje langdradig, soort, ja. Soms. Ja. Jacques, je was de vorige keer voorzitter van SGP Jongeren, nu ben je als bezoeker. Hoe bevalt dat? Erg goed, want je hebt niet constant in je hoofd van dit moet er nu gebeuren, dat moet er nu gebeuren. Het ziet er ontzettend goed uit. Heel gestroomlijnd, heel afwissend programma. Heel actueel met wat er in de Krim aan de hand is in Oekraïne. Dus echt complimenten voor en de organisatie en de inhoud vandaag. En wat vond je van de politieagenten? Je ziet ook dat de politie heel veel goede dingen doet. En dat heb je nu meegekregen van de positieve kant. Je krijgt niet alleen keuringen, maar ze zorgen ook voor je veiligheid. Ja, je weet het natuurlijk wel, maar het wordt natuurlijk op deze dag een beetje benadrukt. Ja. Hey Luc, jij hebt vanmorgen helpen organiseren. Hoe ging het? Ja, ging eigenlijk heel erg goed. Het is, je merkt wel dat er heel veel onderdelen in het programma zitten, dus het is wel echt scherp blijven en opletten. Maar eerlijk gezegd, ondanks de uitloop van een half uur, loopt eigenlijk alles wel volgens het programma. Vanmiddag hebben we de commandant der strijdkrachten. Wat zou je aan hem willen vragen? Oeh, wanneer voor hem de bodem is bereikt, hoe klein de krijgsman, Nederlandse krijgsmacht mag zijn. En of hij ooit daar een politiek signaal aan zou verbinden. Want persoonlijk vind ik het echt eigenlijk ongehoord hoe klein de krijgsmacht in Nederland is geworden. Hoe klein de defensiebegroting is. Ik kan me voorstellen als je professional bent dat je op een gegeven moment ook zo dwars zit dat je op een gegeven moment een keer een statement wil maken. Ja, iedereen was wel verrast vanmorgen, want opeens een huwelijksaanzoek. Hoe kwam jij op het idee? Hoe kwam het idee? Geen idee eigenlijk. Ik heb het idee al heel erg lang. En ik wil dat gewoon op deze manier doen. En op welk moment had jij door van dit is niet helemaal zuiver water? Nou ja, toen, het ligt eigenlijk natuurlijk. Ik bedoel, dat je nou... En wat dacht je toen? Ja, dat is een beetje lastig te omschrijven. Er ging heel veel door me heen. Ik weet niet precies hoe ik dat onder woorden moet brengen. Het is nog steeds een beetje onwerkelijk. Geniet je wel van zo'n dag als je vrijwilliger bent? Ja, zeker. Ja, ik geniet juist ontzettend van dit. Je ziet gewoon dat jongeren het naar de zin hebben en dat ze het leuk vinden. En als ik dat zie, dan geniet ik met volle teugen. Super, dankjewel. Hoeveelste keer ben je op de jongerendag vandaag? Tweede keer. En vind je ervan? Heel erg mooi. Wat vind je precies mooi? De diversiteit. Er zijn veel mensen het woord geweest en ik heb nooit echt veel nagedacht over veiligheid. En nu hoor je daar toch wel een stuk meer over. En dan ga je er zelf ook meer over nadenken. Willem, wat is je gevoel als voorzitter van SGP Jongeren bij deze jongerendag? Ik vond het een geweldig mooie dag, eerlijk gezegd. Heel veel jongeren die aanwezig waren, die op een positieve manier betrokken waren bij deze dag. Fantastische sprekers op het podium, heel veel dingen liepen goed. Ik ben heel blij met de inzet van onze vrijwilligers. Kortom, het was echt geweldig. En waarom hebben jullie gekozen om hier naartoe te komen? Wij zijn groot fan van SGP en Albert Dijkgraaf vooral. Oké, hoezo? Omdat Albert altijd leuke quotes geeft, altijd gezellig is, maar ook altijd heel erg voor zijn punten staat. En dat daar nooit verschroomt om het niet eens te zijn met ons of met wie dan ook. En dat mag ik heel graag bij hem. Goed om te horen. En als het gaat om de ontwikkelingen in de Krim? In de Krim? Ja, dat is een heel complexe zaak. Waarvan ik, als ik dan even een diplomatiek goed antwoord moet geven. Ik vooral hoop voor de Oekraïners dat het land wat echt gewoon bijna geen geld meer heeft, op een goede manier er bovenop komt. Dat ook gestimuleerd wordt vanuit het Westen. Maar wel op zo'n manier, op een duurzame manier, dat hen geleerd wordt het land op te bouwen in plaats van er maar geld heen te pompen, waarvan dan de helft toch maar in de verkeerde zakken belandt. En dat is lastig, maar daar hebben we politici voor. Komen jullie de volgende keer weer? Ja. Ja? Ja, als het kan, denk ik. Ja, inderdaad. Als het kan, ja. Top, dankjewel.